Vandaag gaan we nog een aantal voorbeelden van verhoudingstabellen oefenen. In het bijzonder waarbij we rekenen via 1. Het werken met een verhoudingstabel kan op een heel schematische manier. Zelf vind ik het altijd heel makkelijk om een stappenplannetje te volgen. En dat kan met een verhoudingstabel prima. Neem bijvoorbeeld de volgende opdracht. Kaas kost bij kaasboer boterkopje 7,50 euro voor 500 gram. Hoeveel kost dan 420 gram kaas? Dat gaan we uitrekenen met een verhoudingstabel. Dus die tekenen we eerst. Vervolgens zetten we alle gegevens die we al weten erin. Dus aantal grammen is 500, aantal centen is 750 en we willen naar de 420 gram kaas toe. Dan zetten we 1 in het lege hokje tussen de twee getallen die we al weten. We gaan in dit geval via 1 rekenen. Daarom tekenen we alle boogjes en zetten de keer- en deelsommen erbij. Nu rekenen we alles verder uit. 750 delen door 500 is 1,5. 1,5 keer 420 is 630. Als laatste schrijf je het antwoord op onder of naast de tabel. Dus 420 gram kaas kost 6,30 euro. In het voorbeeld hebben we via de 1 gerekend. Via 1 rekenen in een verhoudingstabel lukt eigenlijk altijd. Maar soms zijn er andere tussenstapjes makkelijker om te maken. Een docent kijkt in 30 minuten 12 toetsen na. Hoeveel tijd kostte deze docent om 30 toetsen na te kijken? Eerst weer een verhoudingstabel tekenen en invullen wat we al weten. Dus aantal toetsen en aantal minuten. We weten al dat 12 toetsen 30 minuten kost en dat we naar 30 toetsen willen rekenen. Via 1 zou dat kunnen, maar via 6 bijvoorbeeld ook makkelijk. We zetten nu de pijltjes en de deelsom delen door 2 en de keersom keer 5 bij de pijltjes. Nu kunnen we het verder uitrekenen. 30 delen door 2 is 15, 15 keer 5 is 75. Ons antwoord is dus: de docent doet 75 minuten over het nakijken van 30 toetsen. Of de docent doet 1 uur en 1 kwartier over het nakijken van 30 toetsen. Ik kan niet genoeg blijven benadrukken dat de verhoudingstabel de manier is om de opdracht op te lossen, maar niet je antwoord is. Je moet je antwoord er dus altijd nog bij schrijven. Vergeet niet, door veel te oefenen krijg je ook het werken met verhoudingstabellen goed onder de knie. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.